De sterrenwacht in Oudenbosch werkte destijds intensief samen met NASA. En de landing werd daar ook live gevolgd. Dit weekend blikken ze terug op die onvergetelijke nacht. Direct na de lancering begon er ook een drukke tijd voor de volkssterrenwacht Simon Stevin in het Brabantse Oudenbosch, die een tijdelijke basis had gevestigd in een schoolgebouw. Hier werden de door Apollo 11 uitgezonden signalen en mededelingen en ook de contacten tussen Houston en de capsule opgevangen. Nou, dat was echt spannend. Dat was dus in de nacht en we zaten met z'n allen bij elkaar. Ik had het bijna gemist, want ik zag dat diverse mensen van hier, die hadden een pyjama bij. En ik dacht, hoi, ik heb daar helemaal geen rekening mee gehouden. En toen heb ik gelukkig iemand anders kunnen vinden die gauw mij achter op zijn brommetje meenam naar Roosendaal, waar ik toen woonde. En daar heb ik mijn pyjama gehad. En toen was ik 2 minuten voor de echte landing, kwam ik binnen. En dat is heel speciaal als je zo'n belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid kunt meemaken. Ja. Hier in Oudenbosch zijn ze trots op hun rol tijdens de maanlanding. De sterrenwacht hield in de jaren 60 in opdracht van NASA het maanoppervlak in de gaten. In ruil daarvoor mochten ze meeluisteren met de landing. Hier hebben wij dus alles mee opgenomen, ja. Dit is dus de originele bandrecorder met de originele band nog. Was het, ja, het mooiste eigenlijk, hè? Buiten de school stonden 3 antennes opgesteld. Ik kan me dat levendig herinneren, ja. Wat ging er door je heen? Nou, ik dacht, nou ja, eigenlijk bestaat het niet. Hè? En je leest nou nog zelfs in de krant dat ze nog vraagtekens hebben. 5% van de Amerikanen, las ik, hebben nog vraagtekens bij of dat het wel echt gebeurd is. Maar ik denk dat het wel echt gebeurd is, ja. Ze zijn er in Oudenbosch trots op dat ze een heel klein beetje mogen meedoen aan het gigantische Apollo-project. En terecht. Ja, heel trots. Ik woon hier heel mijn leven al en om eerlijk te zijn wist ik het helemaal niet. Ik vind het heel leuk om erover te leren. Zou je ook wel naar de maan willen? Nee, want ik kan niet zo lang zonder mijn papa en mama.